Hallo, daar, Alain van Lombardia hier. Ik ga jullie vandaag lekker lactosevrij en glutenvrij ijs leren maken. Super easy, echt mega lekker. En dat is een recept dat ik vroeger als old surfer op Maui heb gegeten in, hoe heet dat? In Paia. Ik ben de naam van de shop kwijt, maar er is daar een mega bio-shop die echt onwaarschijnlijk lekker is. Beetje Lombardia-style. Oké, we gaan dat laten zien. Het is echt heel gemakkelijk. Het enige dat je moet hebben, want ik heb het er juist opgenomen en ik ging helemaal vol, dus ik kan dat jullie niet gunnen. Maar want het ijs is hier al af in mijn kutter. Je moet een hele sterke kutter hebben en dus geen blender van Piet. Die zijn keigoed voor soep en zo te maken en milkshakes. Maar bij dit recept lukt dat echt niet. Dus je hebt een echte zware kutter nodig. Ik ben die ook gaan halen. Ik ben die in Saturn gaan halen. Zo'n Magimix. Daar lukt dat mee, maar je moet hem toch wel stevig vasthouden. Nu ga ik je zeggen wat ik er allemaal heb ingedaan. En dan kun je zien hoe lekker en hoe smeuïg dat dit ijs is. Helemaal lactosevrij en echt super lekker voor kindjes en iedereen. Wat hebben we er allemaal ingestoken? Ik zal jullie laten zien. Ik heb gembersiroop erin gedaan. Je kan dit vervangen ook door agavesiroop. Dat is het zoetmiddel. Dat is een natuurlijk zoetmiddel. Dan heb ik een halve tas eigenlijk vanille sojamelk van Provamel erin gedaan. Dus bio vanille sojamelk. Dat geeft echt een hele lekkere smaak. En dan drie echt bevrozen bananen. Ik ga je laten zien hoe bevrozen dat die moeten zijn. Hoor je dat? Die zijn dus echt op min 24. Echt een hele nacht diep gevrozen. Dat blend je allemaal in uw cutter. Ik zal hem even opzetten. Ik ga je niet storen te veel met de lawaai. En dat is echt onwaarschijnlijk lekker. Door de textuur van de banaan heb je echt een fantastisch ijs. Ik zal hem eens open doen. Kijk maar eens, ik weet niet of dat licht goed is. Ik zal er mee induiken. Zie. Dat is echt ijs. En je kan dat perfect opeten voor kids. Je maakt dat vers. Zie. Deze is nu van drie bananen gemaakt. Ik zal een lepeltje pakken. Ik heb hier een lepel. Je gelooft niet hoe lekker dat dit is. Echt top. Dus geen melk, geen ei. Geen ijsmachine ook niet. Dus buiten de cutter, als je die hebt, dan kost het recept u echt niks. Een paar banaantjes. Diepvriezen. Gembersiroop of agavesiroop erin doen. En een beetje vanille, bio-sojamelk erin, of rijstmelk of havermelk. Dat lukt allemaal en je hebt echt mega lekker ijs. Oké, dat was het. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En tot binnenkort, misschien in Lombardia of op andere video's van receptjes of zo. Lombardia, je mag mij mailen voor alle recepten of recepturen. Alain, Alain, at lombardia.be. Oké, bye. Ik ga nu de camera afzetten.